Hallo en welkom bij de bijen bij DHO in Beringen. De bijen zijn aan het vliegen en we gaan vandaag de laatste check doen voor de winter. Dus we gaan kijken of ze voldoende eten hebben en of ze gezond zijn. Nou, ze zijn aan het vliegen. Dat is al goed. Dus de eerste indruk is goed. Laten we kijken of we betere indrukken pin in de kast kunnen krijgen. Dit was al goed hoor. Dus we gaan verder. Nou, we gaan eens kijken hoe het ervoor staat. Ik heb een beetje rook gespoten, dus alles is naar beneden. En we gaan eens kijken hoe het mensen is. We hebben de afgelopen keren steeds pech gehad. Het was wel hele mooie weken. Maar iedere keer als ik hier was, was het slecht weer. Regen het. Dus eindelijk vandaag mooi weer. We kunnen filmen. Nou, we gaan kijken. Nu als laatste keer voor de winter of ze voldoende voedsel hebben. Nou, we zien hier al eigenlijk 3 ramen voer. Dus dat is al goed. We gaan eens kijken hoe het verder staat met het voer. 4 ramen voer. Moet niet helemaal voer zijn natuurlijk. Hè? Even kijken. En die hebben broed. Hartstikke goed. Die hebben een mooi broednest met voer eromheen. Nou, ik weet nu eigenlijk al, hè, omdat je een beetje weet hoe de kast vaak verdeeld is, dat er wel voldoende voer hier aanwezig is in de kast voor deze bijen. Hier zit ook weer broed in. En voer. Dus deze hebben echt meer dan zat. Er moet echt niet veel meer bij, zo te zien. Helemaal niet veel meer bij. Soms moet je ook zelfs eruit gaan halen. Nou, is hier in de omgeving weinig te halen. Hier ook weer broed. Dus dat scheelt dan. Dit zou nog net gaan. Deze hebben echt ruim zitten ze in het voer. Dus deze is helemaal goed. Hier zie ik nog broed. Ja, nog een ramenbroed. Hier ook nog een ramenbroed. Dus dit is mooi. Nou, top. Deze is alweer klaar. We hebben gezien dat het gezond is. Voer, broed. Had misschien ietsje minder voer gekund. Maar we hebben hier dus helemaal niet op dit volk bijgevoegd. Deze heeft geen druppel bijvoer gekregen. Dus dit hebben ze allemaal een eigen honing, eigen voer. Dit gaat nog net. Ze zullen nog gebruiken de komende tijd. Er komt er ook nog ruimte voor de koningin die dan nog legt. Dus dat komt wel goed. En wat ik al zei, hier in de omgeving is het nu ook echt op. En dat is prima. We staan hier al een aantal jaren, dus we weten een beetje of een heleboel voer kan of niet. Gaan ze bij een volgende kast kijken. Nou, dit volk heb ik nog geen rook gespoten. En je ziet, dit zit allemaal nog bovenop. Dus hier gaan we wat rook overheen spuiten. En tadaa. Zo zie je soms als de camera dus later aanzet. Zitten de bijen er allemaal in. En dan denk je van, er zitten geen bijen in. Maar je zag het helemaal vol. Altijd even leuk om het verschil te zien. Mooi rustig zijn ze. Hartstikke goed. Kijk eens. Nou, hier hebben we al gelijk broed met voer eromheen. Mooi. Kijk hoe het hier zit met voer, want als ze nog zoveel in het najaar hebben gehaald, in de maand september hebben gehaald, nou, dat is mooi. 2 ramen voer hier aan de zijkant, hier zit ook nog goed voer. Dus ik denk dat we hier ook niet hoeven bij te voeren. Kijk eens, broed en voer. We zien ook stuifmeel, mooi verdeeld. Hier mooi broed. Prima. En dan hebben we hier een raam helemaal vol met broed, volgens mij. Ja, kijk eens aan. Top. Nou, we hebben dus 3 ramen voer. Zo goed als bijna 4. Ik verwacht aan de andere kant ook minimaal 1 raam voer. Dat is al 5. Met alle randen erbij, die waarschijnlijk heel dik zullen zijn. We zullen zo kijken. Hier hebben we inderdaad ook weer deel voer, deel broed. Hartstikke goed. Stuifmeel in het midden hier. Mooie verdeling van het voer. Hebben ze goed gedaan. Deze is leeg. En die zit nou leeg. Die wordt helemaal volgelegd met broed. Allemaal open broed. Allemaal mooi. Dus hier is de koningin waarschijnlijk in de buurt aan het leggen. Als we echt zouden gaan zoeken, zouden we wel deze of de volgende waarschijnlijk vinden. Maar ik zoek er niet, want ik heb al open broed gezien. Gesloten broed, dus ik weet dat het volk goed is. En ik heb hier ook, volgens mij ziet het wel. Ja. Kijk eens, gesloten broed. Je ziet ook veel meer broedt dan het volk hiernaast. Het volk hiernaast komt ook eigenlijk ergens anders vandaan. Het volk hiernaast waar we net keken was een volk
Die we even hebben gewisseld. Die komt ergens anders vandaan. Die haalde ik daar weg. En hier hadden ze een volkje. Die was heel zwak. Dus die staat nu bij mij voor behandeling. Die had er heel veel nijd. Nou, deze heeft wel dus heel veel voer. Dus we gaan kijken of hij het gaat redden. Hij heeft in ieder geval genoeg ruimte nog. En het voer gaan ze verbruiken. En deze, nou, deze is dus echt perfect. Aantal voer vergeleken met het ramen. Met broed. Dat is eigenlijk heel erg mooi. En ik verwacht nu bij die laatste. Laten we eens even kijken. Ja, dit is ook een raam met voer. Dus nou, wat mij betreft hoeft deze geen slokje meer te hebben. Hartstikke goed dus. Blijf het volgen. Volgend jaar zijn we weer terug bij DHL in Beringen. Op bijhuren.nl. Dag.